Welkom vandaag. Au! Vandaag is het dan zover. De Johan Cruijffschaal Ajax PSV. Aan deze knuffels gaan we vragen wat zij denken. Ajax PSV, de Johan Cruijffschaal. Wat wordt Ajax PSV in de Johan Cruijffschaal, jongens? Ik denk dat Ajax gaat winnen met 3-0. 3-0 Ajax? Ja, 3-0. Die gaan de scoren. Berghuis, Anthony en Tadic. Die gaan de scoren voor Ajax. Nou, dan geef ik het woord aan Diego van Ice Age. Heb je nog Manny bij je? Manny heb ik zeker bij me. Hoeveel gaat het worden? Ajax, PSV, die Johan Cruijffschaal. Ik denk een eenvoudige prooi voor je. Ik hoop dat PSV wint. Ik houd op 1-2. 1-2 PSV, ja. Doelpuntenmakers, Madueke en Sahavi. Zit, wat denk jij? Ajax, PSV. Ik hoop op 5-2. Zo, dat is een niet zo raar gedachte. Gelukkig is Sully niet bij me. Met niemand denk ik, het is vakantie volg 2. Dit gaat over de voorspelling Ajax PSV. Johan Cruijffschaal. 2-2 en na verlenging wint Ajax 3-2. Nou boys, Waluigi, wat denk jij? Ik houd op 3-2 Ajax. 3-2, ja. Je moet toch een beetje vertrouwen hebben, man, in PSV, Manny. Ik zeg dat PSV geen resultaat gaat boeken. Pikachu, wat denk jij? Ik denk dat Ajax wint. Ja, dit Ajax? Ja, makkelijk. 5-1. Zo. Na de rust dan? Nee. 5-1 Ajax. Wat denk jij? Ajax PSV? 2-3. 2-3? Ja, 2-3. Yoshi en Toad, mijn beste maatjes, mijn beste Mario. Favoriete Mario karakters. Mario is er ook, maar die weet ik niet waar die is. Ik ben hier. Yoshi en Toad, het gaat het worden. PSV wint, 0-1. Nee, Ajax wint makkelijk. Na penalties, het wordt 1-1. En na penalties wint Ajax. Ja? Mario, wat denk jij? Ik hou erop dat Ajax gaat winnen, 1-0. Waarom een 1 overwinning? Omdat Ajax... Dat ik niet het gevoel heb dat Ajax gaat winnen. Nou boys, dit is hem dan. Jullie, we zitten nu aan de donkere kant van de jungle. Het is hier echt heet. Het beloofd wat worden in de toekomst. De toekomst bestaat niet zoals jullie het weten. Toekomst bestaat. Maar dat weet iedereen. Toekomst bestaat niet. Daarom hoef je er ook niet over te praten. Manny. Hey shit, hoe je doing? Nou, met mij gaat het goed hoor. Diego, man. What, Manny? Ik hoop dat zo dat het alles wordt. Nou, Manny, kom op. Dan gaan we weer. Kom op, shit. We gaan er vandoor. Ja. Sinds 1-2 jaar ben ik dus druk bezig om Sid te pakken. En het is gelukt om Sid te pakken. Nou, dit was dan de Johan Cruijffschaal voorspelling op vakantievlog. Weer 2021. Maar wat het volgend jaar zal brengen, dat weet ik echt niet. Dat weet ik ook niet. Sid! Wat is er? U stoort me, Sid. Oké, maar niet. Dan gaan we er vandoor. Sit. Luister, Sit. Ik heb niks nodig. Nee, niet hoor. Waarom zeg je trouwens dat PSV wint naar verlenging, Manny? Omdat zij geen verschil maken. Ajax maakt geen verschil. Tot de volgende keer. Oh ja, de gobbelbollen nog. 2-0 Ajax, doelpunten van Blind en Klaassen. Ik hou het ook op 2-0, ook zelf doelpuntenmakers.